Goedendag lieve kijkers. Ik ben Mariam. Ik kom uit Afghanistan. Ik woon in Nederland. Ik ga vandaag voor jullie aubergine maken. Een auberginegerecht heet Bourani Banjan. Bourani Banjan is heel erg authentiek Afghaans gerecht. En als kook zijn wil ik dat op een andere manier, op een mooie manier, op bord uitserveren. Maak ik een sausje. Een smaakvolle sausje met veel mooie kruiden. Dan ga ik die aubergine in de sausje laat ik het sudderen voor een kwartiertje. Dan hebben wij een hele mooie gerecht. Dan ga ik dat op een bord heel mooi uitserveren. Ik hoop dat jullie mij volgen. Ik ga de puntjes van de groene kantje van de aubergine verwijderen. Want die zijn niet zo heel lekker. Het ziet nog niet netjes uit. Eén kant af. Ongeveer 2 centimeter dik. Misschien gaan wij de zout op om de bittere smaak eraf te halen. Dat doen wij zo. Daarvoor. Even voor een half uurtje intrekken. Dan gaan wij puntpaprika snijden. Dan gaan wij op dezelfde manier snijden. De tomaten en de vingertjes snijden. En dan gaan we de uien snijden. Ook op dezelfde manier. Tussendoor gaan wij een sierdag maken. De sierdag maak ik met knoflook, peper, zout, curry en tomatensaus. De sierdag dat is een saus. Als je de saus klaar is, dus dan maak ik met tomaten en zo. Als je dit klaar is, dan doen wij die geroosterde of gebakken aubergine met puntpaprika en uien. En dan gaan we erin laten sudderen. Laten we de pan even goed warm worden. Doen wij ongeveer 3 eetlepels zonnebloemolie. 10 gram knoflook heb ik met olie gegooid. Die laat ik even bakken. Heel licht. Dan gaan wij de peper erin gooien. Dat bakken wij ook even mee. Dat is, dan krijg je een hele mooie smaak van de pepertjes. Dat komt vrij als je warm wordt. En de tomatenpuree. Currypoeder. En zout.
gaan we ongeveer een half minuutje laten wij dat even goed bakken. Dat is heel goed voor de kleur en de smaak. En dan doen wij water. Het is heel belangrijk om het sausje maten goed te laten sudderen. Als je dat doet, dan krijg je een hele mooie smaak zonder dat het heel erg zuur wordt. En de kleur wordt ook heel mooi. En als je de olie wat je in het begin in de pan gedaan, dat moet je als het goed is, dan zie je dat terug op het sausje, zoals nu. Gebruik wij weer olie, de zonnebloemolie natuurlijk. En dan laten wij dat goed warm worden. Dus ik heb de aubergine wat ik in de zout had gedaan, heb ik afgespoeld of omgespoeld. En dan ga ik ze bakken. Die zijn mooi gebakken. Kijk. Deze kleurtje moeten ze hebben. En dat gooien we gelijk in onze saus. Die tomatensaus wat ik net heb gemaakt. Wij gaan beginnen met rustig aan die uierringen te bakken. En de paprika. En tomaten. Dames en heren, zoals je ziet, die olie wat wij in het begin van het kookproces hadden, in de pan hadden gedaan, die zien wij hier boven op het gerecht. En nu gaan we mooi op een bord serveren. 100 gram kwark, 5 gram knoflook en dan zout, 5 gram. Dat gaan wij bij elkaar mengen. Dat is voor mensen die alleen vegetariër zijn. Wij maken nu vandaag twee varianten van die aubergine of boroni banjan. En dat is voor vegetariërs en veganistisch. Dus. We gaan met het veganistische gerecht beginnen. Biologische mint uit ons eigen tuin en dat ruikt heerlijk. En nu gaan wij een versie maken van voor vegetarische en dat was veganistisch. Dus dan hebben wij twee varianten. Iedereen kan aubergine eten. Aubergine zijn heel gezond.
voor mij is het wel heel belangrijk dat ik mijn bord helemaal mooi heb. Dat is gedroogde mint. Dan hebben wij gedroogd en verse mint. En die combinatie van alle producten wat ik hier heb gebruikt, dat is uniek. In Afghanistan hebben ze wel mooie gerechten. Wij hebben mooie gerechten, moet ik zeggen.